Wordt dit gewoon een duel tussen twee Slovenen? Dat lijkt erop, hè? Ja. Afgelopen zaterdag was Roglic iets sterker. Dus ja, die heeft nu nog een beetje het voordeel. Maar Pogacar, die zal nog wel een beetje groeien. Gaat Evenepoel nog wat doen? Ja, ik weet niet hoe hij uit de Vuelta is gekomen. Ik vind dat lastig in te schatten, ja. Maar ik hoop op een mooie strijd, weet je. Het is een heel mooi deelnemersveld. En dat zie je op het einde van het jaar ook niet altijd.